Maar een of andere reden is dus het internet ook niet helemaal zuiver. We staan hier ook wel voor de NOS, maar kijk goed uit wat internet is. Google geeft het dus toe dat ze dus zoekwoorden beïnvloeden door kunstmatige intelligentie. Dat betekent dus dat jij, dus wat jij wil zien op het net, eigenlijk altijd in jouw digitale wereld te zien krijgt. Wat jij wil zien, krijg jij ook te zien. Dus daarmee kennen ze dus mensen, dus kunstmatige intelligentie, wat 10.000 keer sneller denkt als de mens, dus beïnvloeden. Op te zetten, links en rechts virus, hier in Nederland, tegen elkaar op te zetten. Dat geeft dus aan dat eigenlijk in die tijd eigenlijk communicatie tussen mensen heel slecht was, maar wel elkaar kunnen bereiken. Dat is dus nu niet zo. Ik ga nu even weer een snelle sprong maken. Dat is dus hoe eigenlijk de oorlog is begonnen in het Midden-Oosten. We kennen allemaal de nep. Bericht van de NOS van de aanslag op 9-11, Twin Tower. Dat hoef ik u niet te vertellen. Dat is natuurlijk een groot smerig spelletje geweest waarin wij zijn ingetrapt. Daarna is dus die oorlog gekomen. Staatspropaganda. Tegen het een vijandbeeld zien van Rusland. Ik hoef het u niet te vertellen. Eigenlijk de referendum is afgenomen. Wij hebben nee gezegd tegen het Oekraïne-verdrag. Wij zitten niet te wachten op samenwerking met een land van Oekraïne wat in oorlog is met Rusland. We hebben nee gezegd tegen de Europese grondwet in 2017. Deze mensen hier zitten niet voor ons. Deze mensen zijn geen volksvertegenwoordigers. Deze mensen hier zitten voor bedrijven. Het milieuklimaat is dus een afrekening wat 4 en bijna 600.000 paar miljard kost. Wij kunnen dat af gaan rekenen. Terwijl dat de industrieactie Nobel en vooral Shell ook, Nigeria naar de kloten heb geholpen, vele landen naar de kloten heb geholpen. Koning Willem moet geld zien. En als je dus kijkt dat Nederland het enige land ter wereld is waar je dus stookolie van boten kunt mengen met chemisch afval. Nederland is het enige land ter wereld waar geen regelgeving daarin heb. Betekent dus dat er duizenden schepen per maand naar Rotterdam komen om chemisch afval te lozen in stookolie. 24 grote zeeschepen vervuilen net zoveel als alle auto's op de wereld. Denk daar eens over na. Dus dat wil zeggen dat het hele milieuverdrag bij het kabinet een ene grote nep melkkoetje is. Voor het volk, voor ons, dat wij kunnen gaan betalen. Dus wij staan hier niet alleen om bepaalde dingen. Wij staan hier voor heel veel dingen. Dus mensen die mijn mobiele telefoon willen gebruiken voor spreken, is welkom. Ik vind het ontzettend leuk dat hier mensen elke dag, elke zaterdag hier staan. Ik zou zeggen, geef een positief betoog. Wees creatief, maak borden met aanplakbiljetten. Ik heb hier stopkrijt bij me. Mensen kunnen daar gebruik van maken. Schrijf je tekst op van wat er loos is. Neem nodig muzikanten uit. Neem drummers mee. We maken hier gewoon een gezellig feestje op elke zaterdag. En laat ons niet neerzetten door een of andere rechts media virus
dat wat een wilding noemt van links en rechts. De belangen hier in Nederland gaat om meerdere dingen. En wij zijn het gewoon zat. En dat is een algemene vorm van heel veel problematiek in de wereld. Dus bij deze mensen, sprekers, sluit je aan bij de GNR's en deel alles. Nou, dat wil ik wat te zeggen.